Daar hebben we geld bij verdiend toen. Het zou leuk zijn als de tabloedorp ook geld voor krijgt. En dat gaat gebeuren. 65 euro was in deze kant geboden. Biedt iemand meer? Nee. Oké, ik zie geen handen. Dan zeg ik eenmaal, andermaal, verkocht. 65 euro. Gaat naar het goede. Ja, deze. Deze. Daar hebben we ook zulke warme herinneringen aan. Kunnen jullie de opdracht nog herinneren met die grote kar in Petta? Dat is een zwetend trok en dat Margriet gewoon tegendruk zat te geven aan de achterkant. Want ik dacht dat ik maar gewoon slap was, maar dat was niet zo. Dit was de routebeschrijving die op de kar zat. Van die hele grote zware kar lagen allemaal builen met rijst en peper. En daar stond deze routebeschrijving op. En zo hebben wij de weg weten te vinden naar de rest. En met de opdracht vinden we ook weer geld. Dus wat dat betreft zou het leuk zijn als het weer geld oplevert. JP, waar gaan we mee beginnen? Hoeveel? 40. Ja, zie je, we gaan beginnen met 40 euro voor deze routeaanwijzing op een jutezak. Winter 40 euro voor deze zak. Hier, vooraan, 40 euro. Wie biedt er meer dan 40 euro? 45 euro hoor ik hier. Biedt er nog meer dan 45 euro? Oh, oké. Okay. 50 euro, ook weer hier vooraan. Biedt er iemand meer dan 50 euro? Is 55 zie ik hier. Biedt iemand meer dan 55 euro? Hoor ik ja ergens? Nee, hoor ik geen ja. 55 euro nog steeds. Hoor ik hier daar? Oké. Okay. Jongens, ook heel lekker die van hier boven je bed, hè? Onder andere. Ja. En je kunt er een kusje van maken. Ja, of een jurk. Of wat? Ja, of een jurk. Of een bikini. Beeldig. Daar ben ik mee een bedrag gegeven. 55 euro hoor, zou ik juist wel. Ik ga het mee door je antwoorden. 55 euro. Wie biedt meer dan 55 euro voor de routebeschrijving van de car in Petra? Eenmaal, allemaal. Ik hoor de handen inderdaad. Ik geen handen meer. Eenmaal, allemaal. Hij is verkocht voor jou. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Meestal hebben we een soort van grapje of een geheime aanwijzing in het molgeld gestopt. Je weet het jaar vooraan met de jongens stond er een watermerk van de mol in het geld. Dit jaar hadden onze ex-mollen, die zijn natuurlijk super beroemd, hadden hun eigen denominatie van staat in het molgeld. Dus hier zie je in Nieuwenburg 20 euro waard. Jong van Eert, 50 euro. 50 euro waard. Yushka 10. En daarmee is 200, min 250, die was heel bijzonder. Want dat is eigenlijk stiekem een foto van Margriet. Ja, klopt. Die hadden we natuurlijk niet gezien. Annemarie. Annemarie Joep. 250. Patrick. 500 euro. Thomas. En Suzanne bedoelde van vorig jaar 1000 euro. 1000 euro. Nou, dit is echt een geweldig uniek pakketje. Het is bijna in de hele hoofdprijs bij elkaar. Ja, het is een hoofdprijs, ja. Ja. Maar dat gaan we nu veilen. Ik stel voor het begin op 50 euro. Ga je gaan. 50 euro voor het mol. 60 euro. 70. 80. 90. 95 euro voor het molgeld. Hier biedt er meer dan 95. 100 euro hier. 105? 105 euro, wie biedt er meer dan 105? 110. Daar, 110? 110 euro voor het molgeld. 120 voor het originele molgeld met Margriet erbij. 125 euro. Wie biedt er meer dan 125 euro voor het originele molgeld? Hier 130. 130, 135 euro. 150. 150, kijk, in één keer. Wow. 155 euro. Dit gaat hard. 160 euro, dames en heren. Voor het originele molgeld 165. 170. 175. 180, dit gaat hard. 185 dus, hè? 190, ja, dat krijg je dan. Wat zeg je? 200 wordt geboden. 210 voor het originele molgeld. Dit gaat heel hard. Fantastisch. 220, zegt meneer. Jee. 230 mensen. Dit is echt fantastisch. 240. We moeten net als Nederlandse 250 aanzetten. Fantastisch. 260. 270. Dit is echt een strijd om het hart. 280.
300 euro! Wow! Okay. Ja, en toen, eroverheen 310. 310 euro. 320 euro, ongelooflijk mensen. Ja, 330. 340. 350. 360. 360. 370. Het gaat maar naar 400. 380. Ik geloof mijn oren echt niet, jongens. 380. 390. 400. 400 euro! Oh, ik ga steeds hoger praten. Ik durf het niet naar gulders om te rekenen, jongens. 400 euro, mensen. Dat is bijna wat ik in de hele pot heb zitten. Oké, dan is het eenmaal, andermaal, 400 euro! Oh. Wat een prachtig bedrag. Heel erg gefeliciteerd. Ongelooflijk. Echt gek. Oké, hoort deze envelop bij? En nu gaan we naar een heel bijzonder veiling item, die ik weet. Ja, we hebben elk jaar natuurlijk, hoewel veel van jullie op het forum tegen deze jongens zijn, maar wij genieten er enorm van en ze spelen een ongelooflijk belangrijke rol in de eerste rol. Dit jaar was het een nieuw ontwerp van de Joker. Rick, voor jou betekent dus heel weinig geloof ik, maar de laatste voor jullie meer betekenen. Ik ga de laatste keer eentje weggeven. Heel goed, maar dat is het klaar. De allerlaatste keer geef ik die ook weg, maar niet zomaar. Jij biedt het niet! Ja! En eindelijk betaalt ze drie keer voor, dames en heren, Marijn Weerenburg. Maar hoe gaan we beginnen, Jenny? 30 euro! 50 euro! 30 euro! 100 al meteen! 100 euro voor jou! 110! 110 euro, 130 euro hier. 140 mensen, 150 euro voor de Joker. Ik zie daar achter iemand, 160. 170 euro voor deze Joker, de laatste Joker weggeven. 170 euro mensen, anderhalve dag. 180 euro, ongelooflijk. Wat zeggen jullie? 190 euro voor de Joker. 200 euro voor de Joker. 210, ze staan al klaar met je portemonnee. 210, 220 daar. 230 zeggen ze in koor. 250 in één keer, daar zie je. 250 euro, een prachtig bedrag. Biedt er nog iemand meer dan 250 euro? Voor dat daar nu voor. Ik zie geen handen meer, ik zie geen handen meer. 260 euro, daar genoeg. 270 euro, 270 euro, hier vooraan is geboden, 270 euro voor de Joker. De laatste Joker die ik dus weggeven. Oké, 270 euro, ik zeg eenmaal, 275, 280, 280 euro geboden, de laatste bod dat ik nu heb gehoord, 280, ik zie geen handen meer. Eenmaal. Oh! Wat zeg je? 2,85. 2,90 zegt hij dan natuurlijk. Kijk nu weer aan. 2,90 is geboden, dat is het laatste spot dat ik nu heb. 290 euro voor de Joker daar in de hoek. 300. 310 euro voor de Joker. Ik zie geen handen meer. 310 euro. Oké. Dan gaat voor 310 euro. Eenmaal. Andermaal. Verkocht. Wow, gefeliciteerd. Mooi bedrag weer. Dan gaan we de inwoners van de kamer door. Oké, Barbara en Gerard, dames en heren. Nou, wij gaan samen wat aan laten komen aan hier. Dit is heel bijzonder. Heel bijzonder. Want het is namelijk een inkijkje in de televisiewereld. En niet alleen in de televisiewereld, maar in het allerlaatste Wie is de Mol uitzending, die live was vanuit Vondel CS, waar wij samen de trap hebben doorgelopen met Margriet. Mag ik een stukje doen? Doe jij, vertel me even wat je hebt. Er staat weer live stand-upper, geen idee, dan zegt hij zometeen bij AfroTools op NPO 1 voor het eerst een live finale van Wie is de Mol. Dat doet storm en ontknoping, de molacties op een rij en natuurlijk de geheimzinnige aanwijzingen. Dit zijn de presentatiekaartjes van Arts. Van deze live uitzending, de originele met al zijn aantekeningen.
Dank je wel. Dus je hebt alleen artsen, tekst, maar ook zijn handschrift en de originele opdrachtjes. En alle vragen die je ons ging stellen, staat er allemaal op. Wij gaan beginnen met het bedrag, JP, van 50 euro. Ja, 60 euro voor deze meneer. 75 euro gelijk. 80 euro hier. 90 euro. 100 euro aan deze kant. 100, dat is al geboden, hè? Dus je moet wel mee. 110 euro. Dat vind je goed. 110 euro aan die kant. 115 euro voor de originele presentatiekaart van arts. 120, 125. Daar zie je 150 euro. 130. 130 euro voor de originele presentatiekaart van arts. Van die een bijzondere live uitzending voor de eerste was. 125 euro. 135 zijn inmiddels van 35.000. 130? 35. Ja, dan kom ik wel weer niet opgeven. Niet meer. Dan 135. Ik denk dat we er nog wel iets uit kunnen halen. Aan de ene soort zijn we door. Ja! 140 euro. 140. 150 zie ik. Juhu! 150 euro, dames en heren. Oké. Wie biedt er meer dan 150 euro? Daar. 155. Ik heb artsen officieel zelfs. 160. Serieus. 160 daar. Wordt er op gereageerd? 160 euro. 165? Maar dat komt 160. 170 zeg je dan, hè? 170. Het is een fantastisch bedrag al. Maar biedt er iemand meer dan 170 euro? Daar. Ja hoor, van links. 175? 175. Weet je niet 180. Hij wil ze echt hebben hoor, 180. Hij wil ze, ja. Jullie misschien ook. Het is voor het goede doel, mensen. Ik heb die liedjes gezien en toegezongen. Oh, ze gaan het zo niet. 180 euro. 185 euro. Oké. Okay. 200! Oeh! Daar is het! Oké, 200 euro geboden. Iemand nog meer bieden dan 200 euro? 201. Ja, dan gaan we niet. Of 205. Oeh, hier 205. 210. 210. Ja, het is 210. De laatste pot. Graag teken. Misschien. Ja. Oké. Okay. 210 euro. Ik zeg eenmaal. Allemaal. Hoeveel? Yeah. Applaus. Fantastisch. Oké, dames en heren, het laatste item van vandaag. Lisabel, laatste. JP is het laatste, toch? Oh ja, dat is waar. Oh, laatste van ons, sorry. Hoi, al zo'n paar. Deze is heel bijzonder. Dit is niet alleen een poster met alle handtekeningen van de deelnemers van dit jaar, maar van 47 oud-kandidaten aan wie is de Mol, mensen die naar Moltalk zijn langs geweest. Oud-mollen, oud-winnaars, oud-kandidaten. De collectors uit de Unie. Hoeveel gaan we ervoor hebben? We gaan beginnen op 50 euro. Deze poster met handtekeningen van 47 kandidaten, inclusief alle mensen van dit jaar. 50 euro? Zeg maar 50 euro. 75 euro, hier heb ik vooraan. 75 euro. 80. 80 euro. 100. 100 betekent. Wow. Ja. Wie biedt er meer dan 100 euro voor de poster met handtekeningen? 105. 105 euro is gewoon. Ja. Wie biedt er meer dan 105? Echt een collectie. Ik zie geen handen meer. 105. Ik zie sommige meer. 110 euro geboden. 115 geboden. Arjen Luba, Arjen 150 euro voor de poster met 47 handtekeningen. 120 hoor ik hier. 125. 125 euro. Ik vind dat jullie goed bezig zijn. Gaat er nog iemand overheen over die 150 euro? Overleg hier vooraan. Druk overleg. Maar er komt het moment dat ik zeg, eenmaal allemaal en dan is het ook klaar.
130. Nee. 135. 150 euro. Het gaat wel naar de tafel. Daar zijn we blij mee. 135 euro. 140 hoor ik hier. 145. 145 euro voor deze poster. 150. 150. 155. 155 euro gekozen. Ja, dat is het. Voor de boss is 47 handtekeningen. Ik vind het nooit. Gaat ze niet winnen. 47 plus 10. 185. Ja, 190 euro, dames en heren, voor de boss en handtekeningen. Gaat daar nog overheen geboden worden? 195 euro. 200 euro. Dit zou er aankomen. 200 euro. Voor de boss en handtekeningen. Gaat iemand nog overheen? 200 euro. 205, meneer. Het is waar. 205 euro. Eenmaal, allemaal verkocht. Hartstikke gefeliciteerd. Zo nog een keer een keer op de poster. Ja. Nee, geef nog even een enorm applaus voor de veilingmeesters Paula en Linda. Dit is een laatste tafel omdat ik op mocht hebben verkocht. We hebben nog een aantal heel bijzondere dingen. En we laten die even zien. Ten eerste, je herinnert je de meeste opdracht met Techni en Lazy. Oh, daar gaan we met zachter op de Nederlands. De toektoeks die daar stonden, die hadden allemaal een vlag met mol erop en met de initialen van kandidaten en mol. Jullie weten dat wij als kandidaten in Wiesten en zo altijd met initialen aanduiden. Nou, die hingen daarop. Dit is geen opbod, we hebben er hier 11 van. Die gaan voor 20 euro weg, dus die kun je zo meteen daar bij de kassa kopen als je daar zin in hebt. Unieke dingen, die hebben we elk van 20 euro gestuurd. Het tweede ding dat we hebben, maar is het dan dat zijn de stemkaarten die we gebruiken in het Tamildorpje. Dat zijn de kaarten die de stemmen konden inleveren. Met ook de geweldige teamfouten, die jullie hadden allemaal gezien op het forum. Marlijn van Weerdenburg heet ze daar ineens. Dat was een redactionele fout van onze kant. Maar daarom wel een unicum. We hebben er hier 23 van. Echt geweldige stemkaarten. Allemaal gebruikt en opnieuw verzameld. Ook voor 20 euro per setje kun je die zo meteen bij de kast. Per setje? Dat is toch niet? Dat is niet veel geld. Dus we hebben 23 van die setjes. En dit is voor de kleinere beurs, maar wel... Hallo? Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Dit is voor de kleinere beurs, dit is natuurlijk het geld dat je gezien hebt bij het verkeerdrukopdracht vlak voor de executie waar wij nu al naar huis ging. Dit moesten kandidaten, dit waren met allerlei knijpertjes, moesten ze van de struiken halen. Terwijl we allemaal helemaal ingebonden waren tegen de bloedzuigers. Wat zeg je? Het geld wat erop staat kost? Nee, je staat vrienden. Je krijgt er 2 voor 1 euro. Zo. Dus als je dat weer bij de kassaartje zag, in een kleinere beurs, 2 van deze projectjes voor 1 euro. Nee? Dat waren de laatste vragen. Dus als je daar interesse in hebt, ga je naar de kassa. Dank jullie. Zo meteen is de uitslag van de minister Wolkers. Ik wil jullie namens de DVP, namens de AFROS en namens de kandidaten alvast heel erg bedanken voor de veiling. Wat zeg je? Jij ook van die kaart. Met mijn discussie helaas niet.